Ze zijn me toch sportief in Hardenberg. Denk maar eens aan Erik Hulsenbosch. En nu is er weer zo'n toptalent. Rob Wessels, hallo. Hoi. Mooi dat je op me stond te wachten. Skielertjes onder. Skielers onder, inderdaad. En vertel er eens wat over. Nou, we hebben nog veel meer toppers in Hardenberg. Oh ja? Je hebt Casper Boon, de korfballer. Gary Hekman, ook een skileraar. Albert Timmer, een goede wielrenner van Skills Humano. Weet je wat, Rob? Ik pak nu mijn fiets. En jij laat maar even die skielenbaan zien in Gramsbergen. Dan jij skilert en ik volg jou. Is prima. Nou, ga jij maar voorop dan. Maar niet te hard hoor, want ik kan jou natuurlijk nooit bijhouden, hè. Hij doet! Oh, daar ben je. Ja, eindelijk. Ik ben helemaal versleten, man. Doe je dat echt? Doe je dat elke dag? Ja, dat doen we elke dag. Nou, god. Jeetje, meetje. Oh. En heb jij helemaal geen beschermers aan? Nee. Je bent helemaal nee, dat is toch hartstikke... Dat is toch heel erg gevaarlijk? Nee, daar valt reuze mee. En als je kijkt eens naar die benen van je. Ja, waarom heb je geen beschermers aan? Nou, ik vind het persoonlijk niet fijn. En het als harde beschermers zijn, dat mag ook nog niet verkeerd. Oh. Dat is nog gevaarlijk tijdens de wedstrijd voor anderen. Mooie baan hoor. Nou zeg, fantastisch. Ja, ja echt geweldig. Wat een ongelooflijk mooie slag heb je. En het is ook, denk ik, wel heel zwaar, hè? Ja, het is zeker zwaar. Ja, klopt. Wat hoop je nou te bereiken? Een keertje op het hoogste podium te staan. Dat is het doel. Ja? Ja. Nou, als je dit zo doorzet, volgens mij geen punt. Heel erg bedankt. Graag gedaan. En heel veel succes. Ja, dankjewel. Ik ga het nu wat rustiger aandoen. Ik ga nu een stukje Pieterpad doen hier in Gramsbergen. Okay. Het lijkt me wat veiliger. Dag! Tot ziens. Hoi! Hoe lang is dat Pieterpad eigenlijk? 480 kilometer. En waar begint dat dan? Ja, in Pieterburen, helemaal in het noorden van Groningen. En dat gaat zo helemaal aan de oostkant van Nederland, zo helemaal naar het zuiden toe. En dan naar Limburg. En dan kom je in Sint-Pietersberg uit, daarom heet het Pieterpad. Heeft u het helemaal gelopen? Zeker. Ja? Ja, hartstikke leuk. Maar dan loop je 490 kilometer in één keer? Althans achter elkaar? Nou, nee. Je gaat daar een etappe lopen, dan ga je weer naar huis. En dan ga je het volgende weekend van zaterdag en zondag ga je weer zo'n 2 dagen lopen. En dan slaap je eens ergens. En dan, soms in de zomervakantie hebben we 7 dagen achter elkaar gelopen. Zo doen de meeste mensen het. Ik denk het. Ja? Ja, oké. En hoe lang duurt zo'n etappe? De meeste etappes gemiddeld 20 kilometer. Okay. En het is vaak dat je op kan stappen bij treinstations. Dus in principe ga je van station naar station. Oh ja. We lopen vandaag van Koevoorde naar Hardenberg. Oké. Okay. Dus dit stuk en dat via Gramsbergen. En dat is zo'n 20 kilometer. Mm-hmm. En dit schijnt het mooiste stuk van de route te zijn. Dus we zijn erg benieuwd wat we nog tegenkomen. Dat? Ja. Je loopt hier heel mooi langs de Vecht met verschillende... je komt door bossen, langs het water. Dus de natuur schijnt hier heel erg uniek te zijn. Wij gaan dit uitvoerig onderzoeken verder. Is goed. Ja. Oké, kom op. We gaan. Ja, dat is waar. Ja. Helemaal waar. Oh ja. Dan roept er ook iemand uit Groningen. Ja. Ik heb even afgehaakt van de wandeling van Pieterspad, want ik ga even naar Café Bolte in Gramsbergen. Ik heb gehoord dat Gramsbergen een heel mooi stadje is. Hier binnen bij het café, Café Bolte in Gramsbergen, zit een gids te wachten. Dus daar ga ik even naartoe. Daar ben ik. Goeiedag. Hi. Hoi. Marga. Ronald. Hallo, jij bent de gids? Ja. En u bent mevrouw Bolte. Ja, zeg maar Gees. Hallo Gees, ik ben Marga. Ja. Wat ziet dit eruit zoals het vroeger was? Ja. Jaren 50, klopt dat? Ja, zeker. Sanseveria's voor de ramen? Ja. En de klanten, zeggen die dan niet van, nou gaat eens even moderniseren? Nee, de klanten die zeiden juist, toen wij voor 2-3 jaar verboden, vanwege de vergunnings en dat brandgevaar, toen zeiden ze juist, niet alles nieuw en niet zo kaal maken. Laten zoals het is. Want dat is zoals het hoort. Nou, hier staan we toch in een van de oudere gedeeltes van Gramsbergen. Het centrum, de kerk. De wagen waar handel werd gedreven is onlangs helemaal gerestaureerd. Het is nu een café. Leuk. Hier zien we het museum van Gramsbergen. Gramsbergen bestaat hoe lang? Ruim 700 jaar. We kunnen oude geschriften komen Gramsbergen al tegen in de jaren 1200. Toen stond het al op de kaart. En dit museum, wat laat dat zien? Dit museum laat het een en ander zien over de omgeving van Gramsbergen. Met deze prachtige leilindes. Ja. Nou, je ziet hier de Kruisstraat. Je ziet hier heel veel, echt een karakteristiek straatje voor Gramsbergen. Ja. Deze huizen zijn niet allemaal van oorsprong, komen ze hier vandaan. Maar in eind jaren 70 heeft de voormalige gemeente besloten van, hé, we gaan wat bijzondere panden her en daar uit de gemeente verplaatsen naar deze straat. Om deze straat op deze manier een aanzicht te geven. Het lijkt wel een openluchtdorp. En je ziet ook dat er heel veel aandacht aan besteed wordt om dat uiterlijk door middel van de lantaarnpalen, door middel van bloemen en andere zaken, om dat toch weer te geven. Dat het toch die karakteristieke uitstraling heeft die Gramsbergen heeft en wil houden. Genoeg calorieën verbrand, zou ik zo zeggen. Tijd voor een pannenkoek. Kijk, dit bedoel ik dus. Therese Belt, de place to be voor een pannenkoek. Proost.